openbare weg wordt hier versperd. Ja. Ik heb het aan de woningbouw gevraagd en toen mocht ik het. Waarom moet er eigenlijk de woningbouw alles eigenlijk regelen? Het leven in een hofje is heel gezellig, maar je zit ook heel dicht op elkaars lip in zo'n kleine gemeenschap. Het blijft dan ook niet onopgemerkt wanneer een bewoner de gemeenschappelijke tuin versiert met tuinkabouters en vogelhuisjes. Dat leidt zelfs tot grote onenigheid in het hofje. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Kul, dit is echt kul. Ik praat niet met asociaal. Waar zijn we nou toch mee bezig? Ik zweeg net voor die. Wat klopt hier dan niet? Oh, dat kan ik toch niet, man. Goedenavond, welkom bij de Rijdende Rechter. Een aantal bewoners van hofjeswoningen in Den Haag voelt zich bedreigd door tuinkabouters. De Laantjes, zoals het complex in de volksmond wordt genoemd, heeft gemeenschappelijke tuinen. Een paar bewoners hebben zich een stukje tuin toegeëigend. Dit tot ergernis van mevrouw Stichters en mevrouw Herweijer. Zij vinden dat de verhuurder er te weinig tegen doet. Ons mooie hof aan het Om en Bij wordt gesierd door gemeenschappelijke tuinen. Alle bewoners betalen een vast bedrag voor het onderhoud van deze tuinen. Sinds het voorjaar 1998 heeft een van de bewoonsters van dit complex zich een eigen tuin toegeëigend. Het begon met potscherven, daar kwam een fontein bij, nog meer planten, frutsels, eigen gebakken tuinkabouters. En daar kwam nog tuinverlichting ook nog eens bovenop. Voordat wij bewoners het wisten, waren er nog meer bewoners met deze egoïstische neigingen die ook een eigen tuin begonnen. De verhuurder, Haag Wonen, lijkt het toe-eigenen van tuinen eerder te stimuleren dan te demotiveren. Meester Visser, wij eisen dat deze illegale tuinaanleg radicaal de kop wordt ingedrukt. De tuinen moeten weer uniform worden en blijven. Hartelijk welkom, dames. Wat bent u eigenlijk van elkaar? Vriendinnen? Hele dikke vriendinnen. Ja. Al heel lang. U woont ook al heel lang daar allebei op dat hofje? Zij iets langer als ik. Ja. Ja, ik woon daar 7 jaar. 7 jaar? Ja, en ik 4 jaar. En hoe bent u bevriend geraakt? Vanaf de eerste dag. Ja? Ja, ik liet jouw hond uit. Ja, jij liet mijn hond uit. En vandaar ja, ik zorgde voor jou. Ja. Die tuinkabouters, hè, zal ik maar even zeggen. Die plekken waar de tuinkabouters en de Griekse vazen en de vogelhuisjes en zo staan. Dat is niet bij u voor de deur, of wel? Nee, het is niet bij ons. Dus u ziet het eigenlijk niet vanuit uw huis? Nee, wij zien het niet. Nee. Want we betalen er wel voor. Ja, nee, je zou kunnen zeggen van, wat maakt het je dan uit als het, laten we zeggen, op een hele andere plek zit dan waar jij woont? Ja, dat maakt wel uit. Ja? Want het gaat om een complex. Ja. En het is een rijksmonument en dat moet gewoon in ere blijven. Ja. Hoe vindt u dat die tuintjes er dan wel uit zouden moeten zien? Een stukje gras en, en beplant dan. Met wat? Allerlei planten, hortensia's. Want ja. Ik dacht, het gaat misschien gewoon om een verschil van smaak in dit geval. Nee. Nee, dat niet. Want als men er komt wonen, dan gaat men ervoor. Dan weet men, er is geen eigen tuin, alleen een stukje pad voor de deur. Ja. Meer is er niet. Maar waarom hebt u niet, laten we zeggen, want de zaak gaat nu tussen u en meneer Derna van de woningstichting. Waarom niet rechtstreeks met de betreffende dames conflict aangegaan? Omdat die toch de eigen gang gaan. Ja. Ja, en dan kun je nog wel eens wat verwensingen naar het hoofd krijgen. Dat dan? Nou, vertel jij steen maar. Tegen de deur, kaarten, bewoners van het eerste laantje staat erop. Ja. En dat soort dingen meer. Ja, belachelijk. Roos uit het perk bij ons voor de deur halen. Die steen was voor mijn ramen bedoeld, maar die kwam dan toevallig tegen de deur terecht. Nou, dat lijkt me een hele nare toestand. Is het ook? Ja. Ja. We gaan meneer Derna erbij roepen. De heer Derna is districtsmanager bij de woningstichting Haag Wonen. Hij gaat over dit complex in de Haagse Schilderswijk en begrijpt niet waar de dames zich druk over maken. Het hofje Om en Bij bestaat uit 84 woningen. Woningen hebben geen privétuin, maar gemeenschappelijke ruimtes. En het complex bestaat uit 5 laantjes. In een van de laantjes hebben een aantal bewoners een stuk van het gemeenschappelijke ruimte naar eigen smaak ingericht. Het gebeurde in 1998. Het was een jaar voordat Haag Wonen eigenlijk met plan kwam voor het herinrichten van alle gemeenschappelijke ruimtes. Op dat moment waren we als coöperatie blij met het initiatief van die bewoners. In 1999 heeft Haag Wonen een plan gepresenteerd om alle gemeenschappelijke ruimtes uniform herin te richten.
Met de mensen die een privétuin hebben ingericht zijn afspraken gemaakt om in 2000 al wat attributen te verwijderen. De rest zou in 2001 volgen. Dus Rijdende Rechter, zoals u hoort, zijn we mee bezig. Dus vanuit de coöperaties snappen wij niet waarom eigenlijk de dames daar problemen van maken. Dan meneer Denna, hartelijk welkom. U begrijpt niet waar de dames zich druk over maken? Begrijpt u nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Nee. Wat doet de woningbouwvereniging dan nu al aan die tuintjes? We hebben alle tuinen zijn heringericht. Er zijn afspraken gemaakt met de mensen die een stukje tuin naar eigen smaak hebben ingericht. Het vijvertje is verwijderd, er zijn een aantal beelden verwijderd. Mm-hmm. De lantaarnpalen zijn verwijderd. Dus daar zijn afspraken over gemaakt. En de twee dames weten gewoon van die afspraken. En ik heb ook een paar gesprekken met de dames gewoon gevoerd. Is dat zo, dames? Wij weten nergens van. U weet nergens van? Wacht eens even. U zegt ik heb gesprekken met de dames gevoerd en u weet nergens van. Dat kan niet. Maar wij weten echt nergens van. Er zijn met ons geen afspraken gemaakt. Ik sta hier verbaasd. Ook ik zit hier verbaasd hierover. Mm-hmm. Ik heb gesprekken gevoerd. We hebben zelfs brieven gewoon gestuurd. Kopieën zijn ook naar jullie toe gestuurd over de afspraken die gemaakt zijn. Of waar we mee bezig zijn. Kijk, de twee dames, het enige wat ze willen is gewoon die tuinen gewoon verwijderen. Ja. Die belden gewoon verwijderen per direct. Maar wat zijn dan de afspraken? In oktober, november is een begin gemaakt met een aantal zaken gewoon te verwijderen. En volgend jaar wordt gewoon de rest conform heringericht. Dat is een duidelijke afspraak. Ja. Die staat zwart op wit. Nee, die staat niet zwart op wit. Niet zwart op wit. Er wordt over integreren maar gepraat. En dat is meenemen binnen het bestaande. En ik ben tegen integreren. Waar bent u bang voor? Waar wij bang voor zijn? Ja. Het gaat al zo verschrikkelijk achteruit daar zo. En het is een rijksmonument. En dat is het enige waar het ons om te doen is. Wees er nou zuinig op. Goed. Nou, ik ga eens eventjes naar de tribune. Want daar zitten de dames die verantwoordelijk zijn voor deze hele kwestie. Hartelijk welkom. Is het toch een kwestie van smaakverschil? Een heel groot smaakverschil. Zij houden van heel andere dingen dan dat wij. Wij leven eigenlijk buiten. Ja, en we creatieve mensen. We doen Maar zij zeggen dus, als je op zo'n hofje gaat wonen, dan weet je van tevoren dat je dus, laten we zeggen, in een soort bepaalde eenvormigheid terechtkomt. En dan moet je ook aan aanpassen. In een hofje wonen, dat betekent dus dat je sociaal bezig moet zijn. Ja. Sociaal. Ja? En dat kan ik niet van deze mensen zeggen. U heeft het net gehoord wat ze gezegd hebben. Stenen tegen de ruiten. Ja, want dan was ik nog wel benieuwd naar wie daar verantwoordelijk voor is. Dat weet ik ook niet. Roosstruiken worden uitgetrokken. Nou jongens, dat is toch van de gekken. Ja. Dat is toch van de gekken wat ze zeggen. We hebben daar getuigen van. We hebben de mensen gezien. Inside information is waar. We weten van wie het is. Maar van wie is het dan, die steen? En breek mij nou de mond niet open, daar. Hè? Het is gewoon om te lachen. Ik lach je nou goed. Ja. Nou, het is wel goed met jullie, hoor. Kaart met bewoners van het eerste lijntje. Goed. We gaan eens naar de hofjes. Tenminste, meester Frank Visser begaf zich naar de hofjes in de Schilderswijk om de toestand van de tuintjes te beoordelen. Er is één stukje wat u bijzonder erg hebt. Daar gaan we naar kijken. Ja, het is een onomstotelijk gegeven. De gemeenschappelijke tuinen behoren bij dit complex. En dit is een stukje tuin wat... Daar gaat het om, ja. Het zijn geen gemeenschappelijke tuinen meer. We betalen er allemaal een vast bedrag voor. En er zou een vijver zijn geweest. En waar is die? Ja, die is inmiddels al weggehaald. Die stond daar. Die is nu Die is weggehaald. Ja. Ja. En dan loop ik eventjes naar die mensen toe. Zo. Ja, u roept de tegenpartij. Wij wonen hier. Aan Oro. Wij wonen hier. En, u heeft gezien hoe het was? Nee, ik kom hier voor het eerst. Ik had moeite om het te vinden. Dus, Dit zijn gemeenschappelijke tuinen, dus voor de gemeenschap, zo zie ik het. Ja. En, maar u maakt er een zeggen ze dat u er een privétuintje van maakt? Nou, ik heb geen idee, want we zijn hier alle. Nee. Maar het is een openbare tuin, hoor. Het is geen privétuin. Nee, hoor. Nee. Iedereen geniet hiervan. Ja. Wij genieten hiervan. Ja, niet iedereen dus. Ik ga wel even terug naar de partijen. Ja. Want formeel bent u geen partij. Weet u niet iedereen, maar dat zijn wel de dames die hier twee laantjes achter wonen. Die hebben dus helemaal geen zin. Die hebben hier niks mee te maken. Nee. Dus ze zien het hier ook wonen niet. Ze toch niet. Ze zien het helemaal niet. Ja, ik stel voor dat we even naar uw laantjes gaan.
Ja, dat wordt je toch wel. Ja. Want dat is een voorbeeld van wat u zegt, zo moet het. Juist. Nou, dan gaan we daar even kijken. Dames, hier ook erbij. Ik ga even... Het gaat even langs. Geen eigen kleine mag hebben. Dat is hier wel iets, zeg. Klaar. Maar we houden toch van eens. En geldt dat niet voor haar? Alleen voor ons. Maar we laten de mensen achter. Wij. Nou, moet je opletten dat het geldt. Wij gaan gewoon naar een ander kijken. Ze wil wel de lage zijde delen. Nee, dat willen ze ook bij eens. Dit is de. Woont u een van u hier? De volgende. Nummer 82. Oh, ja, u woont hier op nummer 82. Ja. En dit is dus het strekkenhofje. Zo moet het. Nou ja, dat kan dus niet daar aan de overkant, want dat moet ook weg. Dat is precies hetzelfde. Van nummer 77? Ja. Ja. Wie woont daar? Meneer Mantel. Die staat in de deuropening. Ja. U heeft er een klein paleisje van gemaakt. Ja, ik vind het gezellig en het hoort erbij. En u vindt maar niks? Ik vind maar niks. Het is de openbare weg wordt hier versperd. Ja. Ja, ja. Door uw plantenverzameling. En de rotzooi. Ja, want toen u hier kwam wonen, was het hier strak. Toen begon u dat niet. Maar u had uw eigen goddelijke gang. En dat nee, ze afgelopen zijn. Ik heb het aan de woningbouw gevraagd en toen mocht ik het. Ja, de bewoner zelf is tevreden mee. En het levert gewoon geen gevaar voor omwonenden. Ja, de smaken verschillen. Dus dat betekent dat ja, die ene gewoon vindt gewoon zo prettig nee, en de ander niet. Maar meneer gaat wel maanden weg en laat hij alles achter. Nee, maar dan... Gaat hij naar Friesland toe? Ja, maar waarom moet er eigenlijk de woningbouw alles eigenlijk regelen? Ik heb het gezien. Wij zien elkaar vanmiddag voor de hoorzitting. En daar is het een stuk warmer, hoop ik. En hier gaan we vanuit. U staat zeker. Tot straks. Bij de hoorzitting van deze zaak in de Schilderswijk waren veel betrokken hofbewoners aanwezig om van zich te laten horen. En het ging er heftig op zijn Haags aan toe. Welkom. We zijn hier voor de zaak van de dames Stichters en Herweijer uit Den Haag tegen de woningstichting Haag Wonen. Vandaag vertegenwoordigd door meneer Derna, districtsmanager. Ja, het is te gek voor woorden. Ik hoorde iemand zeggen, we hadden als getuige deskundige Rien Poortvliet moeten uitnodigen voor die kabouter. Ja. Maar daar gaat het eigenlijk om een tuinkabouter. Ja. Nee, daar gaat het niet om. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om de eigen tuinen. Hoezo, eigen tuinen? Ik heb vanochtend de binnentuinen gezien. Een stukje bij mevrouw daar voor de deur staat een tuinkabouter en er liggen nog wat frutsels. Daar gaat het om. Nee, om dat hele strook, om die hele strook. Er staan geen hekken om? Jawel, staat er wel om. Er staan allemaal stukjes hout zo in die grond gedingest. Een gemeenschappelijke tuin is het voor de gemeenschap en ik woon daar. Dus voor de gemeenschap, simpel. Nou ja, nee, ja, dat is een commissie. U zou natuurlijk ook kunnen zeggen van luister, ik ga ook eens meedenken aan... Heb ik gedaan? Ik haal die spullen weg. Nee. Wat heb ik gedaan? Moet u ook rekenen. Nee. Ik heb het vijvertje weggehaald. Ja, nee, maar de lichtjes. Er is niet in voldaan, opdracht. Niet, maar er is niet voldaan aan de wens van de woningstichting die dat op zichzelf wil. Ik heb gesprekken met de woningstichting. Daar uw spulletjes weggehaald. Nee, ik heb daar gesprekken mee. Ja, nee, ik kan ja, kortom, we hebben het dus over een tuinkabouter en wat frutsels. En beide dames hier, die maken een enorme toestand van. Maar wonen daar niet. U op zich ook natuurlijk, want u zegt, ik haal ze niet weg. Ik woon daar. Dus het gaat over heel wat anders. Ik kan met mijn gezonde verstand niet bij dat volwassen mensen ruzie maken over een tuinkabouter en wat frutseltjes. Ik ook niet. Nee, ja, dat zegt u nu wel, maar u haalt ze ook niet weg. Die tuinkabouter is niet van mij. Nou ja. Die is van de buren. Ja, het zal best wel weer. Nummer 16, mevrouw zit achter ons. Die is eruit getreiterd door die mevrouw, omdat die op die eigen tuinen was. Die mevrouw was dood en doodziek. Zit ze met de hele zootje zit ze buiten. Die mevrouw moest omlopen via de achterdeur. Dat vind ik schandalig. Deze mevrouw heeft Hitlers mentaliteiten. Zo, dat vind ik imperialistische, wel heel erg zwaar. Imperialistische tactiek. Iedereen moet naar haar luisteren. Juist. Ik ben hier helemaal echt perplex van. Ja, dat is de bedoeling ook. Ja. Maar die arme woningbouw, die zit daar tussenin? Nee, dat is hebben ze zelf veroorzaakt. Ja, verdeel en heers. U bent de huisbaas. Weet u wat wij u zou kunnen zeggen, en zo wil ik het hebben, zo gebeurt het. Maar juist, dat hebben wij ook al vaak gezegd. Dat zeggen wij zo vaak. U wilt een beetje kool en geit. U wilt even kool en geit sparen misschien. Nee. Ik denk, ja, wie ik ook gelijk geef, de andere partij is niet eens. U zou ook zelf kunnen zeggen, zo wil ik het hebben. Het moet niet zo zijn dat wij vandaag zeggen van dat gaan we doen en morgen gaat het gebeuren. Want we hebben met bewoners gewoon te maken. De ene vindt dit mooi, de ander vindt dat mooi. En een andere bewoner die zegt van nou, maakt me niet uit, maakt u gewoon wat van. En wij streven gewoon naar een beheerplan voor de komende 5 jaar... in overleg met de bewonerscommissie en de verschillende instanties die daar bezig zijn. Ja, en die was de handen in onschuld, net als Pilatus, hè?
Maar ik vind dat uw organisatie een keer beter gepakt moet worden. En wat moeten ze doen dan? Gewoon gemeenschappelijke tuinen. Het is zo simpel als maar wezen kan. De gemeenschap, klopt dat? Heel simpel. Het gemeenschap, nee. Het stoort mensen gaan. Meneer Derda heeft ons 16 oktober uitgenodigd voor een gesprek. Toen zei hij op het tuinenplan toekomen dat hij nergens van af wist. We hebben hier een verslag van een straatcommissie. Meneer Derda heeft het goedgekeurd. Nou, waar zijn we nou toch mee bezig? We zitten elkaar daar de hand boven het hoofd te houden. Ik ben van overtuigd als we morgen het privé gebruik even weghalen, dat wij woensdagochtend een aantal andere klachten gewoon naar ons hoofd krijgen. Dat is onzin, meneer Derna. En ik ben echt van overtuigd dat het gewoon echt straks, als we nu oppassen, dat het gaat escaleren. U hebt vanochtend gewoon de sfeer al geproefd. En nu hoort het gewoon ook. Speel ons een zwarte waar, toe. Nee, dat doe ik absoluut niet. Wel waar, meneer Derna, nee, dat is wel waar. Dat doe ik u was met niet. Ons mee, u liep met ons mee, u wist zogenaamd van geen tuin af. Hier staat potverdorie dat u dezelfde... 12 april. Meneer Derna zegt dat als ik u op alle punten van die tuin gelijk geef, dat het morgen op Oud-Holland strakker bij ligt. Zegt hij, ja, maar heb ik de dag erop heb ik nieuwe klachten van de dames. Van wie dan? Nee hoor, helemaal niet. Nou, dat slaat echt nergens op. Volgens mij gaat het in deze niet eens over een gemeenschappelijke ruimte of niet. Maar het gaat gewoon om conflict tussen twee groepen bewoners. Dat ziet u verkeerd. Dat ziet u verkeerd. U denkt dat wij het op de vrouw of de man spelen. Dat is helemaal niet waar. Waar het ons om gaat, het is een rijksmonument. Ja. Een beetje mensen met een beetje historisch besef, die begrijpt dat dit niet kan. We zouden gezamenlijk in het nieuwe jaar gaan we daar de boel op poten zetten. Nou, en ons enige eis is die tuinen weg, klaar en dan gaan we... Maar hoe had u gedacht dat te kunnen doen zonder dat u met uw achterbuur, als ik het zo mag zeggen, op een normale manier kunt praten? Daar moet een vertegenwoordiger komen. Toezichthouder. Een toezichthouder. Hebben we ook een paar keer gezegd. Hebben we ook al zo vaak gevraagd. Ik laat een collega van mij, laat ik daar niet de hele dag gewoon rondlopen met alle problemen van dit. Ik heb voorgesteld om begin volgend jaar, dat staat ook in de brieven die wij gestuurd hebben, een bewonerscommissie te gaan oprichten, vertegenwoordigers van het complex. En daar gaan wij mee aan de slag over de toekomst van het complex. Dan moet je dus een verkiezingen houden. Dat is gewoon ook waarom wij naar een bewonerscommissie gewoon willen. En dan wint de meerderheid. Dan gaat de meerderheid beslissen. Lekker voor de minderheid. Maar het moet niet zo zijn dat de coöperatie gewoon gaat bedenken wat er eigenlijk voor de bewoners gewoon goed is. Dat is niet meer van deze tijd. Maar als nu de mensen zulke ruzie maken, zoveel ruzie met elkaar maken dat er dus geen eenduidige mening komt, dan zal toch iemand uiteindelijk moeten zeggen, zo gaat het gebeuren. Nee, op het moment dat wij gewoon niet tot een bewonerscommissie gewoon komen, dan moeten wij het gewoon zelf gaan doen. Maar gegarandeerd krijgen we gewoon weer klachten van links, van rechts, van de voorkant, van de achterkant, van ja, maar dat vinden we niet mooi. En als het nou allemaal niet lukt, mevrouw? Als ik nou tot de conclusie moet komen dat de woningstichting helemaal niet verplicht is om iets aan die tuinen verder te doen. Dan doe ik niets meer aan het complex. Niks meer. En voor mijn part dan verloedert het en van dingen zit helemaal, interesseert me niets meer. Uitspraak in deze zaak die komt over niet al te lange tijd. Daar krijgt u bericht van en ik verwacht u in de studio om die uitspraak te vernemen. En tot die tijd wat rust in de tent graag. Ja? Bedankt voor uw komst. Mevrouw Lubbers, ja. Ik hoorde net een vreselijke aantijging. Hoe reageerde u daarop? Heel verbaasd natuurlijk. Heel verbaasd. Die andere aantijgingen ook met stenen gooien. Maar die Hitler, dat vond ik heel erg. En dat het zomaar gezegd mag worden. Vindt u niet achteraf ook dat het wel een beetje heel ver ging? Er is een slip op de tong. Die mensen zaten achter ons. En die zaten constant te smispelen en te doen. Waardoor wij niet onszelf konden te zijn. Te lachen, te roepen of de dingen te zeggen. Daar ben je niet goed van. En we zijn tot uitspraken gedwongen. Misschien kunt u het terugnemen dan. Nou, zullen we hem terugnemen dan? Die uitspraak had ik niet moeten doen. Die nemen we dan terug. Maar ik zeg wel, mevrouw, de haan zal koning kraaien. Ja, die houden we erin. Nou, we gaan naar de uitspraak. Moeten de eigen tuinen onmiddellijk worden leeggehaald, zodat de kabouters de laantjes worden uitgestuurd? Of zijn de toekomstplannen van de woningbouwverenigingen reeds afdoende? Hier is meester Frank Visser met zijn beslissing. Uitspraak in de zaak van de dames Stichter en Herweijer tegen de woningstichting Haagwonen, ook vandaag vertegenwoordigd door meneer Derna. Ja, de woningstichting Haagwonen is verplicht om de binnentuintjes netjes te onderhouden. En dat bovendien enigszins in stijl, want we hebben hier te maken met een monumentaal hofje. De woningstichting zal dus uiteindelijk moeten bepalen hoe het eruit gaat zien.
liefst een overleg met de bewoners, voor zover dat mogelijk is. Als ik dat nu bekijk en zeg ik, nou, voldoet nou de woningstichting op het ogenblik aan die verplichting, dan moet ik zeggen dat ik vind, dat is mijn oordeel dus, dat het inderdaad het geval is. Van de woningstichting als verhuurder kan niet worden verwacht dat ze voor elk wissewasje, ik zal maar zeggen, iemand laten uitrukken om een huurder als het ware op de bon te slingeren. Wat anders is, en in zoverre ben ik het wel met de klaagsters eens, is dat van de woningstichting misschien iets meer duidelijkheid mag worden verwacht. Want je kunt natuurlijk ook verdrinken in overleg. Uiteindelijk mag van de woningstichting worden verwacht dat ze met de vuist op tafel slaat. Eindoordeel is dat in de algemeenheid bezien de woningstichting voldoet aan haar verplichtingen als verhuurder. En dat betekent dat de vordering van de dames van de klaagsters moet worden afgewezen omdat die ongegrond blijkt. Maar daarmee is het laatste woord in deze zaak natuurlijk niet gezegd. Want er is inmiddels heel wat meer aan de hand. De klaagsters zijn inmiddels verwikkeld geraakt in een buurtruzie en die is flink aan het escaleren. Ik wil de woningstichting, ik zou niet weten wie ik dat anders mee zou moeten geven, wel adviseren om, ja, ik zou zeggen, een gespreksgroep te formeren waarin de problemen kunnen worden uitgepraat en dan liefst onder deskundige leiding. Dat lijkt mij nodig. Ik wil er toch op wijzen dat het huurrecht toch de mogelijkheid kent voor de verhuurder om een huurrelatie te verbreken als huurders zich blijven misdragen en zich daarmee onmogelijk maken. Maar goed, er moet echt wat gebeuren om te voorkomen dat de zaak dusdanig gaat escaleren dat uiteindelijk één of meerdere mensen zouden moeten gaan vertrekken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Goed, dit was mijn uitspraak. De vordering wordt afgewezen en daar zult u mee moeten doen. Dank u wel. Dames, wat denken jullie dat de consequentie van deze uitspraak zal zijn? Ik dacht dat we wel ingeslaagd waren om de besluiteloosheid van Haag Wonen wel heel duidelijk aan de kaak te stellen. Jawel, maar jullie vordering is uiteindelijk afgewezen. Ja. Wat betekent dat voor de toekomst? Niets. Nou, niets. Ik zou toch in overleg met jou, ja, voor een mediator willen kiezen. Iemand die dus bemiddelt in, ja, deze. Maar dat moeten we het over hebben. Wie moet dat worden? Nou ja, dat moet een professional worden. Klaar. Dus u bent uiteindelijk toch nog niet eens zo heel erg ontevreden, begrijp ik. Nee hoor. Meneer Derna, wat vindt u van de uitspraak? Opgelucht. En ik denk dat we gewoon nog een lange weg gewoon te gaan hebben met zo'n allen. Dat denk ik ook wel, ja. Het moet niet zo zijn dat we gewoon straks hier de deur uitgaan en iedereen gewoon zijn eigen weg gaat. We zullen zelf als coöperatie het initiatief nemen om de mensen uit te nodigen. En we hopen dat er gewoon iets moois komt. Want het is een complex met mijn toekomst. En daar willen we gewoon alles voor inzetten. Ik ga nog even vragen naar mevrouw Lubbers. Voelt u zich enigszins opgelucht? Moet je hierdoor opgelucht zijn? Nee, maar je kan ook zeggen, er is een eis ingediend. Ik ben blij dat het achter de rug is, laat ik het zo zeggen. En die is afgewezen, ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat je daar... Ik ben blij dat het ook al bent u dan niet de juridische tegenpartij. Ja, maar ik ben blij dat het allemaal achter de rug is. Goed, hartelijk dank in ieder geval allemaal voor uw komst. Heeft u ook een meningsverschil met uw buurtbewoners, bijvoorbeeld over activiteiten die in de buurt worden georganiseerd? Wilt u het voorleggen aan de rijdende rechter? Dan kunt u ons vanavond en op werkdagen bellen op 0900 1301. Ook kunt u zich aanmelden via onze internetsite www.rijdenderechter.nl. En daar is ook de uitspraak van deze zaak te vinden. Tot volgende week. We zijn in een museum en we hebben toch de taak om de voorwerpen te beschermen. En zeker ook tot te beschermen en dat het niet aangeraakt mag worden. Als we één iemand de toestemming geven om het aan te raken, ja, dan volgen er velen.